Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Maanden, nee, meer dan een jaar heeft het geduurd. Discussie of de winkels op zondag nu wel of niet opengaan. In de huidige situatie zijn 17 zondagen de winkels in Dordrecht open. En dat zou volgens plan 52, oftewel elke week op zondag, moeten zijn. Anderhalf jaar lang gediscussieerd, voor's en tegens. Ja, er werd in de politiek wel een beetje tegen aangekeken van moet dat nu allemaal wel. Maar vandaag komt daar aan die discussie een eind. Want er wordt door de gemeenteraad een definitief besluit genomen. Wel of niet zondag de winkels open. Om u te laten zien wat ongeveer de uiteenlopende meningen zijn, sprak ik voorafgaand aan de vergadering met een vertegenwoordiger van een partij die echt voor het openen van de winkels op zondag is. En met een partij die er eigenlijk tegen is. De VVD en het CDA. Nou ja, als gemeenteraadslid maak je een bredere afweging van belangen. En het belang van de consument is daar één van. Maar je hebt ook het belang van de binnenstadbewoner, het belang van de ondernemer, vooral de kleine ondernemer, van medewerkers, van mensen die naar de kerk willen of willen sporten. En al die belangen weeg je af. En uiteindelijk kom je dan tot een afgewogen oordeel. En alles overziend zijn wij daarom niet voor het totaal vrijgeven van de koopzondag. Dat hebben wij ook gedaan, hè? Afgewogen. Wij hebben dus op een gegeven moment ook gezegd, we hadden een veel liberaler voorstel voorgesteld. Maar we hebben dat voorstel aangepast. Wij vonden ook, om 12 uur de winkel open op zondag is voldoende. Ondernemers bepalen zelf wel of ze hun winkel open doen, ja of nee. Daar hoeft de overheid niet tussen te komen. Ja, dat is een VVD-standpunt. Wij willen minder regelgeving en dat is nu ook, hiermee wordt dat geregeld. En wij denken gewoon dat ondernemers tot onderling wel kunnen regelen. Ja, het blijkt dat toch wel een meerderheid van de ondernemers het niet ziet zitten. Met name in de wijken, zo'n 80%. En wij zien ook in andere steden dat met name het groot winkelbedrijf hier heel blij mee is. En met name de kleine ondernemers, die toch kleur geven aan je stad, dat die vaak de dupe zijn als het helemaal verruimd wordt. Want die kunnen dan de concurrentieslag in veel gevallen niet meer aan. En dat zouden we heel erg jammer vinden. Maar kleine ondernemers kunnen ook op een gegeven moment op een ander moment sluiten. En ik zie in andere steden, zie ik dat wel, zie ik ook kleine ondernemers open. Nou ja, het blijkt in veel steden, dat zie je ook in het buitenland, dat steden op den duur ook heel erg op elkaar gaan lijken. Omdat de multinationals die bepalen het straatbeeld. Dus de Blokkers, de Hema's, de V&D's, de Bijenkorven en de kleine winkels, de winkels die onze stad zo aantrekkelijk maken, kijk bijvoorbeeld naar de Friese Straat, dat die het toch moeilijk vinden om daar tegenaan te concurreren, want die kunnen niet een groot aantal medewerkers inzetten. Die moeten het vaak zelf, zeker bij familiebedrijven, moeten ze zelf de zaak bemannen en dat legt een forse druk op de familie en op de omgeving. Maar wij geven ze dus ook de vrijheid. Ze hoeven niet elke zondag open, ze mogen open. Dat is het grote verschil. En ze kunnen ook zeggen, nou we gaan twee zondagen open. Daar zou je ons niet over horen. Nou ja, het is wel een glijdende schaal. Je ziet dat nu al veel vastgoedeigenaren toch de winkelopenstelling soms afdwingen op zondag. Nou ja, daar komen we vanmiddag ook nog over te spreken. En ik hoop dat de vrijheid van de een niet de onvrijheid van de ander betekent. En dat we daar met elkaar wel over kunnen praten hoe we dat kunnen voorkomen. Openhouden van winkels is een economische noodzaak. Ja, ik denk dat we hier in Dordt heel veel lekverliezen hebben naar andere steden. En ik denk gewoon dat het voor de ondernemers heel prettig is dat ze de mogelijkheid krijgen om ook op zondag open te zijn. Nee, dat denk ik niet. We gaan niet met z'n allen opeens heel veel meer verdienen. Het salaris van alle mensen blijft hetzelfde. We gaan ook niet meer eten. We blijven gewoon 3 keer op een dag eten. Ons consumptiepatroon verandert niet. Alleen het is zo dat het over meerdere dagen wordt uitgesmeerd. De koek wordt niet groter. Dus de economie zal er ook geen baat bij hebben. Die winkels moeten allemaal weer open. De koelingen moeten aan, de lichten moeten aan. Dus er komen heel veel kosten bij voor ondernemers, met name kleine ondernemers. Maar vergroting van de omzet zal het helaas niet opleveren. Openen van de winkels op zondag betekent uiteindelijk het uithollen van de sociale cohesie. Nee, dat zie ik absoluut niet. Dat verandert in de maatschappij ook. Kerkgenootschappen zie je veel kleiner worden. Ik ben trouwens zelf ook lid van de kerkgenootschap en ik kom ook in een kerk. Dus daar hoeven we geen discussie over te voeren. Ik denk gewoon dat de mensen zaterdags heel erg veel naar de sporten willen, naar andere zaken willen regelen. En zondags ja, willen ze gewoon in de stad even rond kunnen kijken. Ja, het heeft een enorme impact op families. Ook uit onderzoek, nou ja, ik ga niet met percentages schermen, dan blijkt dat toch veel ondernemers aangeven dat het als een forse impact op hun privé-situatie verwachten. Je ziet dat onze samenleving toch is ingesteld rondom die zondag. Dat is gewoon de praktijk. Kinderen gaan van maandag tot vrijdag naar school. Er wordt met name gewerkt op maandag tot vrijdag. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar het is voor een bakker, een familiebedrijf, is het geen optie om op maandag thuis te zijn. Want dan zijn de kinderen gewoon naar school. Dus het is toch jammer dat die zondag zijn speciale waarde inboet.
Want in onze samenleving is toch degelijk wel onze familiesamenleving om die zondag heen gebouwd. Ja, maar je ziet toch een heleboel zaken open op zondag. Ik tank ook wel eens op zondag benzine. En ik eet ook wel eens zondag in een restaurant. Wat maakt dat uit met winkels dan? Want die mensen hebben dat toch ook? Nee, maar het gaat hier ook om de verruiming. Op dit moment kunnen de zondagen 17 per jaar open zijn. En we hebben het nu over het onbeperkt vrijgeven. Nou ja, dan krijg je een race to the bottom. Een wedloop waar wij denken dat veel families daar de dupe van zullen zijn. Met name de kleine ondernemers. Dat medewerkers straks, nu nog vrijwillig, maar straks verplicht moeten werken op de zondag. En dat zal gewoon een enorme impact hebben. Daar zijn wij voor bevreesd. En nou ja, we zien het daarom niet met vertrouwen tegemoet. Ik verwacht dat niet. Ik denk dat er voor de zondag best veel mensen en ook jonge mensen zijn die dan willen werken. Ik denk dat daar gewoon goede oplossingen voor zijn. Nou ja, het blijkt op dit moment krijgen medewerkers nog een extra vergoeding voor het werk op de zondag. Maar er wordt flink aan geschaafd. Albert Heijn met name die probeert die toeslag van tafel te krijgen. Je ziet dat het een hellend vlak is. En wij willen graag toch de werknemers en met name die kleine ondernemers beschermen, de families. En ja, daarom zijn wij zorgelijk over deze tendens die is ingezet. Maar is dat dan te keren op een gegeven moment? De mensen willen wat anders. Dus op een gegeven moment moeten we ons daar toch aan aanpassen als overheid ook. En laten zien dat wij ook luisteren naar de burgers. Naar de meerderheid van de burgers. Want dat zie ik ook in de onderzoeken op het ogenblik. 75% van de consumenten zien het niet als een probleem dat de winkels open zijn. En dan zijn we weer aan het begin van het gesprek. Dat je belangen afweegt. En dat wij, de consument is voor ons een belangrijk belang. En elke partij doet het op zijn eigen manier. Maar wij vinden het belang van de ondernemers, de families en de medewerkers ook zeer zwaar wegen. Dit dossier dat in de wandelgangen en in de stad inmiddels vooral als het gedoe rond het vrijgeven van de koopzondag wordt genoemd, houdt de gemoederen inmiddels alweer zo'n jaartje bezig. Wat Beter voor Dordt betreft gaan we het vandaag zonder al te veel ceremonieel gedoe en theatrale emotie voor de bühne gewoon regelen. De democratische besluitvorming die was duidelijk op het moment dat de fractie van de VVD dat indiende. Dat wist u, dat wist ik en dat wist iedereen hier in de Raad. Maar uw partij, samen met de ChristenUnie-SGP, drong aan op een draagvlakonderzoek. Uw partij zette een advertentie in de krant met een oproep om alsjeblieft nog eens een keer te reageren. Uw partij heeft voortdurend stemming lopen maken tegen deze koopzondag, terwijl u wist dat het een gelopen race was. Het past perfect bij de liberale stroming die vindt dat het belang van aandeelhouders zwaarder weegt dan het belang van gewone mensen. Want dat, voorzitter, is wat hier gebeurt. Het gevraagde draagvlakonderzoek, zo gevreesd door de voorstanders van 52 koopzondagen, laat geen spaanheel van de bewering dat alle ondernemers staan te popelen, zoals voorheen wel werd geroepen. Het mag duidelijk zijn dat de fractie ChristenUnie-SGP in het geheel geen voorstander is van winkelopenstelling op zondag. De bestaande situatie is voor ons al een brug te ver. Winkeliers krijgen een vrije keuze wel of niet open op zondag. De VSP had eigenlijk geen ombuigingskeuze. Want in ons verkiezingsprogramma is al opgenomen dat de openstellingen van winkels een vrije keuze moet zijn van de ondernemers. Omzetverlies door niet open te zijn. Terwijl dezelfde mensen die dit beweren zeggen dat het toch niet gekocht gaat worden op zondag. En waarom dan open zijn? In plaats van verruimen van de winkeltijden zou er meer aandacht moeten zijn voor kunst en cultuur, las ik ook ergens. Ons idee kan dat prima samen en zullen elkaar zelfs versterken. De Dordtse burger heeft in maart gesproken. 29 voor en 10 tegen. Daarmee wordt voldoende recht gedaan aan de verkiezingsuitslag op dit punt. Laten we tot stemming overgaan. De heer Schalken. Voor. Mevrouw Jager. Tegen. De heer Nederhof. Voor. Mevrouw Wimmers. Voor. Mevrouw Nijhof. Voor. Mevrouw Van der Vorm. Voor. 27 voor, 9 tegen. 9 inderdaad tegen en 27 voor. Dat betekent dat met die stemuitslag deze verordening is aangenomen. Meneer Heikoop, de stemming is geweest. 75% van de raad voor de zondagsopening, 25% tegen. Dat is eigenlijk dezelfde stemverhouding die helemaal in het begin van de discussie maanden geleden ook al was. Heeft dit proces van inspraak, discussiëren zin gehad, wat u betreft? Ja, ik denk dat dat zeker zin heeft gehad. Het is gewoon goed om die argumenten te wisselen. En ja, achteraf weet je nooit hoe een proces loopt. Ik ben altijd wel in de overtuiging geweest dat bepaalde partijen
ontvankelijk waren voor argumenten. Ik heb zelf vandaag ook al in mijn woordvoering wel gememoreerd aan dat er wellicht in het verleden onvoldoende naar elkaar geluisterd is. En dan kijk ik ook mezelf aan, voor- en tegenstanders. Ja, we stonden onvoldoende voor elkaar open, maar ik respecteer wel de verhoudingen die er altijd al wel lagen. En ja, drie partijen waren tegen de verruiming en een grote meerderheid was voor de verruiming. Dus ja, daarmee is het een politiek feit. Ja, u heeft wel aangegeven samen met de ChristenUnie, SGP, een soort monitoring te starten van hoe verloopt het nu in de loop der jaren. Hoe stelt u zich zoiets voor? Ja, we hebben al heel veel signalen gekregen van werknemers, van kleine ondernemers, maar ook van binnenstadbewoners. De wethouder noemde ook al een aantal thema's, de parkeerproblematiek. Maar het is heel divers en wij vinden het eigenlijk onverantwoord als je zo'n ingrijpende verordening vaststelt, om dan niet in de gaten te houden hoe dat in de praktijk uitwerkt. Dus wij zullen dat de komende maanden, jaren blijven volgen. Wij zullen alle reacties inventariseren en dat terzijde tijd ook gewoon met onze collega's bespreken. Om nog eens na te gaan van, joh, hebben we destijds bepaalde zaken over het hoofd gezien? Misschien zijn er wat weeffouten in de regeling geslopen. En daarmee willen we niet heel de regeling opnieuw ter discussie stellen. Dat vinden we niet opportun. We hebben een keuze gemaakt vandaag en dat respecteren wij. Maar we willen wel graag er over een paar jaar nog eens met elkaar naar kijken. Van, joh, heeft het gebracht dat wij met z'n allen dachten dat het zou brengen? Ja, we hebben een stukje minder regelgeving. En we leggen wat meer bij de burger, bij de winkeliers neer. En dat vinden wij belangrijk op een gegeven moment. Die kunnen nu zelf met elkaar zorgen hoe ze het gaan invullen. Ja, u heeft anderhalf jaar lang meegedaan ook aan de discussie. Was die zinvol uiteindelijk, vindt u? Want, ja, we hebben met iedereen gesproken, we hebben iedereen geluisterd. We hebben in dit land afspraken gemaakt en in deze stad hoe we met inspraken omgaan, die hebben we keurig gevolgd. Er kunnen nu geen problemen ontstaan als we hem invoeren. Als mensen naar de rechter lopen, dan klopt het allemaal. En dat had je anders het risico gelopen. Ja. Goed, een overwinning. Felicitaties zou ik willen zeggen. Wilt u desalniettemin, ook voor degene die argumenten aanbrachten, voelt u nog dat het dan moet worden gemonitord of niet in de toekomst? Nou, ik denk dat we daar genoeg organisaties voor hebben die dat doen bij de ondernemers. En laten we dat nou aan de ondernemers eens overlaten. Laten die nou zeggen wat ze willen dan op een gegeven ogenblik. En dan zijn wij altijd bereid om ernaar te kijken. Maar laten de ondernemers het doen, want daarvoor is het. En die wilden het graag. De raad heeft gesproken. De winkels zullen in de toekomst op elke zondag open zijn. Dat wil zeggen als het aan de ondernemers ligt. Als ondernemers willen dat de winkel open gaat, gaat die open. Willen ze het zelf niet? Dat is een individuele keuze. Gebeurt dat niet? We gaan in de toekomst wel kijken hoe dat precies gaat verlopen. Of inderdaad ondernemers zich een beetje slachtoffer voelen van het feit dat ze misschien wel verplicht open moeten, omdat ze anders de concurrentieslag gaan verliezen of niet. We zullen het zien. Het wordt gevolgd. ChristenUnie, SGP en het CDA hebben aangegeven dat ze de zaak zullen monitoren en zullen daar in de toekomst ook absoluut op terugkomen. En dan komen wij dat ook in rechtstreeks uit de raad. Dit was het voor nu. Tot volgende week.